Nou ben jij ook uh, uh, partner van Treehold? Correct. Dat, dat is iets anders. Dat is iets heel anders. Kun je dat in het kort eens uitleggen? Uh, wij hebben een methode ontwikkeld om uh, uit levende bomen en planten bacteriën en schimmels te halen. Dus de schadelijke bacteriën en schimmels. En eh, daar hebben we heel veel proeven naar gedaan. We zijn inmiddels toegelaten tot een consortium in het Horizon 2020 Champions League subsidies van de Europese Unie eh, toegelaten. Uh, om daar verdere onderzoek naar te, naar te doen. En uh, we hebben de eerste resultaten binnen. En uh, kan je vertellen dat wij een, uh, een mogelijke oplossing hebben. tegen het oprukkende virus, die Xylella fastidiosa heet. oftewel kanker in olijfbomen. Oh, ah, dan heb je een hele groep, een grote groep klanten. Uh, ja, nou we zijn het dus uh, aan het kijken hoe we dat precies moeten aanpakken. Ik ben geen bomen-expert bomen of mm -hmm. bomen-dokter. Maar uh, ja, de methode die, die doet het. Uh, binnenkort gaan we weer naar Wageningen, of naar Wageningen, naar Bologna. om verder proeven te doen in, uh, in olijf, uh, olijfbomen. En, uh, hoe kom je daar dan bij? Nou ja, als je in het Wageningense rondloopt, dan hoor je uh, een al. hoop ja. nieuwtjes. En uh, toen dachten we van, nou dat kunnen we op een, uh, op een hele goede manier inzetten. En zo is het uh, eigenlijk, uh, eigenlijk gekomen. En dat is meer dan een hobby naast het, uh, zeg maar, noteren van de orders van de vrietmachines. Ja, het was. Uh, ja, het was eigenlijk meer uit interesse geboren van zou dat nou werkelijk een oplossing zijn? Ja. En nu blijkt dat ook uh, zo te zijn. En daar gaan we voor de rest niet heel actief mee, uh, mee, hm. uh, mee nee, bezig. Eerst maar dat het goed werkt. We gaan, uh, nou er zijn mensen die daar heel gespecialiseerd in zijn en die gaan hm. daar verder, uh, verder verder onderzoek naar doen en zorgen dat we een, een product daarvan kunnen maken. Nou, dat is spannend. En dan zit je daar op de achtergrond. Want je bent natuurlijk operationeel met die frietmachines bezig. Correct. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik begrijp het. Nou, dat is toch uh, leuk om zoiets. Ja, ja. goed zo. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komen de Chainsmokers met Don't Let Me Down.